De tentoonstelling Emoties gaat over geschilderde gevoelens in de Gouden Eeuw. Welke middelen en instrumenten hadden kunstenaars om emotie als angst, woede, boosheid, jaloezie, wellust uit te beelden of te representeren? En hoe geslaagd zijn ze daarin? De basisemoties die we onderscheiden in wetenschappelijk onderzoek zijn boosheid, verdriet, walging, angst, blijdschap en verbazing. Bij een positieve expressie zie je vooral dat er iets gebeurt rondom de mond, een spier die aantrekt, en bij een echte lach ook wat rondom de ogen. Waarbij negatieve expressies veel meer verscheidenheid in spiergroepen laten zien. De tentoonstelling is ingericht naar emotie. We hebben een zaal voor lijden en verdriet, een zaal voor wellust, een zaal voor vreugde. Maar in het schrijven van de catalogus dacht ik dat het ook interessant zou zijn om de chronologie te bekijken. En wat bleek? Ze werden steeds minder uitgesproken. Het werd subtieler. Ja, ik vind het meer iets sensueels hebben eigenlijk. Nee, geboeid. Doodsangst bijna. Verwachting? Weemoed? Ja, die kijkt tegen iemand op. Dit is ook wel default, hè? Dit is een heel bedeesde maagd. We denken eigenlijk dat het heel makkelijk is om emoties van een schilderij af te lezen. En eigenlijk is dat op het eerste gezicht ook zo. Want emoties, iemand die lacht, lachte in de 17e eeuw waarschijnlijk op dezelfde manier als op een Westers-Caucasisch persoon nu lacht in de 21e eeuw. Maar sommige gevoelens zijn complexer, zijn veel gemengder en daardoor minder makkelijk te lezen. Nu leek het veel moeilijker te zijn om emoties overtuigend weer te geven dan je zou denken. En daar wilde ik over een citaat aanhalen van Karel van Mander. Dat was de schrijver die elke jonge kunstenaar in spe gelezen moet hebben. Zegt hij, dit is wat wij tot onze beschikking hebben. Een voorhoofd, twee ogen, daarboven twee wenkbrauwen en daaronder twee wangen. Verder tussen neus en kin een mond met twee lippen met wat daarin zit. En daar moest je het mee doen. Ja, pijn, ja, hartepijn, ja. Als het zo'n bidden is of zo. Nou, die is verliefd, volgens mij. Overvallen. Geloof? Ongeloof. Ze kijkt of ze ten hemel wil varen. Zou ze er nou echt zo uitgezien hebben? Zij, dat is ook een beetje visioenig. Een van de schilderijen in de tentoonstelling is Susanna lastiggevallen. Wat is haar uitdrukking? Is zij alleen verbaasd? Is zij bang? Is zij bereid om te vluchten? Dat zijn allemaal verschillende emoties die Goltzius wel of niet in dat gezicht heeft weten over te brengen. Als je mensen vraagt om een boos gezicht te laten zien, dan doen ze dat min of meer allemaal wel hetzelfde. Ze doen iets met de wenkbrauwen. Wanneer je ze vraagt om een angstig gezicht of een verdrietig gezicht, waar heel veel verschillende spiergroepen bij gebruikt worden, zie je veel meer variatie. Dat maakt het herkennen van een expressie natuurlijk ook wat lastiger. Wat mij erg geboeid heeft in het onderzoek naar de neurowetenschappelijke kant van het uitdrukken van emoties, is dat ook de moderne wetenschap niet meer zeker is of de gezichtsspieren en de wijze waarop de wenkbrauwen en het voorhoofd, al die onderdelen die Van Mander noemt, of ze werkelijk in staat zijn een ondubbelzinnige uitstraling van een bepaalde emotie weer te geven. We hebben bijvoorbeeld een schilderij De Kindermoord van Cornelis van Haarlem. Daar staat een moeder op. Die is ontzet.
omdat haar kind wordt vermoord. Met je open mond, open gesperde ogen. Maar als je dat isoleert en je kijkt alleen naar haar hoofd, zou je ook kunnen denken dat ze in een soort religieuze extase is. Dat ze helemaal verwonderd is. Dus de context eromheen, het hele beeld, niet alleen het gezicht, is ontzettend belangrijk. Zo is het zelfs Rembrandt in een vroeg werk niet gelukt om een scène waar duidelijk iets heel dramatisch gebeurt, over te brengen wat het precies was. We kennen het verhaal niet en daarom zijn we niet in staat om de emoties goed te lezen. Maar in andere werken van Rembrandt heb je wel buitengewoon krachtige uitdrukkingen van emoties. Ja, blij, maar aan de andere kant ook verdrietig. Capsones. Heel vrolijk. Iemand is wel vrolijk, alleen je ziet wel dat hij iets verbergt op zich. Gezelligheid. Ah, compassie. Vrolijk, ja. Nou, ja. Een beetje sceptisch kijken. Hoe kijken wij daar vanuit de 21ste eeuw naar? Zien we hetzelfde als een eigentijdse 17e eeuwse kijker? Is er wat veranderd in de manier waarop we kijken naar gevoelens in gelaatsuitdrukkingen en lichaamshouding? Voor het campagnebeeld van de tentoonstelling zijn twee schilderijen uit het Frans Hals Museum gekozen, Venus en Amor, die rouwen over de dood van Adonis. En daarnaast een schilderij van Venus en Amor, die zich vrolijk maken en op een sensuele manier elkaar betasten. Dat schilderij stond in depot. Ik heb het gezien en wilde het meteen hebben voor de tentoonstelling. Wij konden ons dat niet meteen voorstellen, maar achteraf wel. En inmiddels zijn we er wel erg op gesteld geraakt. En dat was niet toen het uit de depot kwam. Het was bedekt met dikke lagen bruine vernis. Met daarin glansverschillen, storende retouches van vorige restauratoren. Sommige waren wit uitgeslagen, andere waren te donker geworden. En we begonnen natuurlijk met oplosmiddelen. Stukje bij beetje die lagen op te lossen en die oude retouches te verwijderen. En dat leverde veel op.